is een zoetje en een frisje. Geen citrus, levensgevaarlijk bij deze wijn. Jeroen gaat vijzelen. Super. In de keuken van Robert moet de rest vooral toekijken hoe Doris alles mag bereiden. Jeroen krijgt alleen de kleine taken toebedeeld. Wat ga je doen, Doris? Deze kun je alvast vijzelen. En deze die kun je zo meteen op papier even uit laten lekken. Moet nog iets verder gekant worden. Op papier uit laten lekken, dus ze mooi gekant zijn. En dan alles bij elkaar. Ik heb gevraagd aan Robert of hij echt zo weinig vertrouwen in mijn kookkunst heeft. En dat hij me daarom alles uit handen geeft. En dat hij, doe jij me dit, Doris, of doe jij me dat. Moet je even een papiertje pakken, nat maken. Ja. En dan even schoonvegen, de paddenstoel. Ja? Ja. Ga je gang. Ik begrijp dat Jeroen alles wil doen, maar het is geen speeltuin. We zitten vlak bij de halve finale. Dus de werkzaamheden die hij met zekerheid goed kan doen, dat krijgt hij. Alleen, je moet wel hier, kom eens. Ja, ja. Je moet wel al je spierballen gebruiken die je hebt, hè? Dat zijn niet zoveel bij mij. Wat mag jij doen? Ik heb weer de bijstaande klusjes. Heb je weer de bijstaande klusjes? Worden de taken niet zo goed verdeeld in deze keuken? Jawel. De bijstaande klusjes. Wat hoorde ik nou ineens? Ja? Worden de taken heel slecht verdeeld? Wat moet jij doen? Hoorde ik banen? Snijden weer. Ja, ik zie jou alleen maar. Je verdraait nu wel een beetje mijn woorden. Ik zie jou altijd alleen maar snijden. Nee, ik doe het soms ook andere dingen. Twee seconden, als je erbij staat, zul je zien dat het zo kan bereiken. En Doris, ja, die mag alleen werken. Nee, Doris. Hij heeft de leiding van de keuken. Robert heeft één chef en dat is Doris. En Doris die heeft carte blanche, die moet er alles regelen. Ja, twee anderen die moeten gewoon bijwerkjes doen en garnituren doen. Ik wil een extra paddenstoeltje hebben, anders. Dat zegt de chef? Dat zegt de chef? Wil je nog een extra paddenstoeltje hebben? Nee, nee. Ik wil met je olie bij. Het is ietsje te. Ja, Doris, jij bent de chef. Je zegt het maar. Top. Hey jongens, succes, hè? Ja, bedankt. Heel klein beetje.